Hoi en welkom bij een nieuwe video. Het is dinsdag en ik was eigenlijk niet van plan om deze week te gaan vloggen, want ik heb echt een mega drukke week. Ik ben en sowieso echt 180% druk op werk. Het is echt eventjes chaos op werk, maar is op zich ergens ook wel weer leuk. Maar daar steek ik dus heel veel tijd nu in. Vaak ben ik wat langer weg, omdat ik echt heel veel moet doen. En deze week is gewoon een hele drukke week ook qua afspraken en planningen. Want ik ga morgenavond met vriendin sushi eten. Donderdagavond heb ik verjaardag. En vrijdag ga ik met Patricia de hele dag lekker naar Den Bosch toe. En we hadden eigenlijk, dacht ik van, ik ga daar een apart video van maken. Maar nu denk ik, oké, ik ga wel vloggen. Ik doe het allemaal wel in één video. En het weekend heb ik lekker vrij. Maar dat betekent wel dat ik vanavond niet heel veel tijd meer heb om te lezen, want het is ondertussen al 7:30. Ik heb net gegeten, ik moet zo nog douchen. En ik weet niet of ik echt zin heb om een nieuw boek te starten, maar we gaan het proberen. Morgen heb ik niet heel veel tijd om te lezen, omdat ik natuurlijk na werk, ik ben pas om 6:30 klaar ongeveer. Dan ga ik nog uit eten, dus nou ja, dan ben ik 9:00, misschien 9:30 ben ik thuis. Dan ga ik denk ik ook douchen naar bed. Vrijdag na werk naar die verjaardag toe, en als ik thuis kom is het ook douchen naar bed. En ja, vrijdag in de trein kan ik wel gaan lezen. En het weekend. Maar goed, ik heb een paar dingen. Ik heb een pakketje. En hij zat in de brievenbus. En toen dacht ik, huh? En toen dacht ik, oh ja, dit heb ik besteld. Ik kan jullie alvast vertellen. Ik heb een boek besteld. Het was vrij impulsief. Laten we hem openmaken. En ja, ik moet hier even uitleg bij geven. En jullie zullen wel denken, Chrissy, welke kant ga jij in hemelsnaam op? Maar ik heb gekocht deze Until Friday Night van Abby Klines. En dat was omdat Patricia hem aan het lezen was van het weekend. Zij heeft hem in één dag heeft ze hem uitgelezen. En toen vroeg ik van, is dit ook iets voor mij? Toen zei ze, ja, het is wel heel erg young adult. En het speelt zich echt af op high school en zo. Maar ik had toen net The Way I Used to Be gelezen. En toen dacht ik, ja, maar dat vond ik eigenlijk wel leuk. Vooral in het Engels, ook omdat het makkelijk las. Dit valt een beetje in zo'nzelfde categorie, maar is dan meer romance-achtig. Ik dacht, ik probeer het gewoon. En deze was 6 euro. 6 euro, jongens. Daar ga ik het niet voor laten liggen. Dus ik heb deze gekocht. En ik ben heel erg benieuwd waar dit over gaat. En wat ik hiervan ga vinden. En ja. Misschien ga ik uiteindelijk toch nog wel zo'n Engelse girly worden. Ik denk het niet. Misschien een beetje als afwisseling soms. Maar op de valreep van januari, het is vandaag de 30ste, heb ik dus nog één nieuw boek toegevoegd. Maar ja, die 6 euro. Ach hè. Valt reuze mee. Dat. Ik heb ook mijn kaartjes weer gepakt. Want ik dacht, ik heb op dit moment, ik heb nog wel boeken om te lezen. Atomic Habits, Harry Potter, deel 5. Maar daar kan ik in gaan lezen. Maar ik kan ook gewoon even een nieuwe pakken. Want ik vind het heel erg leuk om dat met die kaartjes te doen. Dus laten we gaan schudden. En dan pakken we gewoon weer het bovenste kaartje. En dan hoop ik echt dat dit wel een boek is waar ik ook echt wel zin in heb. Want als ik nou iets weer zo'n kaartje krijg of zo van, ga een boek lezen met de minste rating. Ja, daar word ik niet vrolijk van. Dan ga ik echt oprecht een ander kaartje pakken. Want daar heb ik echt geen zin in. Goed, jullie mogen kijken. Ik kan die spiegel wel lezen. Oh, read a book made into a TV series. Dit vind ik lastig. Ik denk dat ik hierbij ook boeken ga meetellen die misschien verfilmd zijn. Niet alleen een serie, maar ook een verfilming. Want volgens mij heb ik daar niet heel erg veel van in mijn kast. Of misschien wel helemaal niks. Ik weet het niet. Ik ga heel even in mijn kast kijken en dan kom ik terug. Oké. Ik heb 3 boeken gevonden die of als, in ieder geval zover ik weet, als film zijn. En ik heb er daarvan eentje die een serie is en de andere 2 zijn films. Dus als ik echt het kaartje ga volgen, is er maar 1 boek die ik nu kan gaan oppakken. Als ik hem wat breder trek, zou ik er 3 op kunnen pakken. Allereerst een film. The Hate U Give. Shira, wat ben je aan het doen? Shira. Ik moet even Shira weghalen. Die probeert dingen te eten die ze niet mag eten. Oké, The Hate U Give. Deze heb ik
jaren geleden in de bioscoop gezien. Dat vond ik een hele indrukwekkende film. Toen zag ik dat er een boek van was en toen heb ik deze gekocht. En dit is denk ik, toen ik 3 jaar geleden begon met Bookstagram en boeken verzamelen, een van de eerste boeken ongeveer die ik toen heb gekocht en nooit gelezen. Moet ik wel doen, maar is er gewoon nooit van terecht gekomen. Deze komt uit... Ja, is uitgegeven in 2020, deze versie. Dus ik denk dat ik hem in 2021 heb gekocht. Staat al heel lang in mijn kast. Moet ik lezen. Dus deze zou ik kunnen pakken in het kader van... Staat al heel erg lang in mijn kast. Moet ik oppakken. Dat kan. Dan hebben we natuurlijk deze en mijn kat Otto. Oftewel een man die overheet. Deze heb ik in december gekocht. Toen ik met Demi in Zwolle was. En hier heb ik eigenlijk wel heel erg veel zin om te lezen. De film heb ik afgelopen jaar gezien. Vond ik fantastisch. Dus deze kan ik lezen. Maar ja, het is niet een serie. Dus het voldoet niet helemaal aan de opdracht. En dan het boek wat wel echt 100% voldoet aan de opdracht is deze. Als je het licht niet kunt zien van Anthony Doerr. En ik denk dat ik eigenlijk nu lichtelijk verplicht ben om deze te gaan lezen. En dit is een verhaal over de Tweede Wereldoorlog. En heb ik nu eigenlijk ook wel zin in. Dus ik denk dat ik gewoon voor deze moet gaan. Vooral omdat dit gewoon 100% aan de opdracht voldoet. Anders had ik nu deze gepakt. Maar ik ga denk ik hierin beginnen. Het is wel fijn lekker een floppy rainbow boek. Maar hij heeft kleine lettertjes en 543 bladzijden. En oh jeetje, kijk eens hoe klein die lettertjes zijn. Ik heb geen leesbril, maar ik zou er bijna eentje nodig hebben. Zo klein is dit, een vergrootglas of zo. Jeetje. Ik ga even een achterflap voor jullie voorlezen. De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs, naast het Natuurhistorisch Museum waar hij werkt als curator. Als de nazi's Parijs bezetten, vluchten vader en dochter naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje belandt Werner Fenning bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Schijnt een prachtig boek te zijn. Ik wil ook heel graag de Netflix-serie gaan kijken. Dus ik ga lekker hierin beginnen. Ik ga denk ik eerst even douchen, mijn pyjama aantrekken. Het is nu 7:30. Dan ben ik om 8:00 ongeveer klaar. Kan ik nog eventjes een uurtje lezen voordat ik naar bed ga. Daar heb ik wel zin in. Dus, dat gaan we doen. Verder heb ik nu niet heel erg veel te vertellen, denk ik. Nee, denk ik niet. Ik kom, ik denk vrijdag bij jullie terug. Omdat ik de komende dagen dus niet heel erg veel ga lezen. Maar goed, we gaan het zien. Jullie zien me sowieso beloofd vrijdag. Als ik met Patricia naar Den Bosch ga. En dan gaan we lekker boekshoppen. Lekker lunchen. Bossenbol eten. Patricia is dan ook jarig. Dus dat is nog leuker. Dus ja, dan gaan we sowieso mee. En of ik voor die tijd nog terugkom, dat moeten we even zien. Maar goed, leuk dat je kijkt. En tot dan. Het is donderdagavond. 10:30 ondertussen. Het is echt alweer bedtijd. Maar ik kom net thuis. Shira is hyperactief. Die is blij dat ik weer thuis ben. Nee, ik heb vandaag de hele dag weer gewerkt. Na werk naar mijn ouders geweest. Daar lekker gegeten. En toen daarna zijn we naar verjaardag gegaan. Was heel gezellig. Dus ik ben net pas weer thuis. Maar mijn zusje heeft voor mij een nieuw pakketje meegenomen. En ik kon vanochtend voordat ik naar werk ging nog een pakketje ophalen. Dus laten we eerst even dit doen. Want bij die van mijn zusje weet ik wat erin zit. Dit is van Chapterized. En ik zag daar voorbij komen dat ik een Valentijnsbox kon bestellen met verrassingsitems. Dus ik vroeg, is dat smut? En toen zei ze, nee, het is geen smut. En toen dacht ik wil het hebben. Dus toen heb ik dat besteld en dat werd gisteren verzonden. En nu heb ik het thuis. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hierin gaat zitten. Hier weer een bedankt voor je bestelling kaartje met een pakbon. Roze papier. Love it. Het is een roze. Oh, het is allemaal nog ingepakt. Oh, cute. Ik ben heel benieuwd. Oké, doos weg. Wat hierin zit, dat weet ik. Want dat heb ik er extra bij besteld. En ik denk
dat jullie ook wel weten wat hierin zit. Want dit heb ik laatst ook al besteld bij haar. En daar was ik heel erg enthousiast over. Heel leuk inkpakpapier trouwens. Zit ook hier weer goed ingepakt. Dat het niet kan beschadigen. Maar een boekenleggerdoosje. En ik had er natuurlijk al eentje. Maar nu wilde ik de andere ook. Omdat ik het gewoon heel chill vind om hier mijn boekenleggers in te doen. Dus ik had gewoon nog zo'n doosje er extra bij besteld. Die wilde ik nog hebben. Dus dat. En dan heb ik hier een roze doosje. Oh, ik ben heel benieuwd wat erin gaat zitten. Volgens mij sowieso een paar boekenleggers zouden erin zitten. En volgens mij daarnaast ook nog wat andere goodies. Maar het zit wel weer heel goed. Oh, dit kan. Nog meer roze. Ik zei al, het roze is aan koperput. En Valentijn. Eigenlijk mag ik het niet openmaken, pas met Valentijn. Maar goed. Oh, cute. Oh, dit gaat Shira leuk vinden. Kijk eens hier. Dit is van dit... Auw, Shira, auw. Ah, oh, ze wil er bovenop me klimmen. Ze vindt dit helemaal fantastisch. Hier, ga maar mee spelen. Ik ga morgen wel stofzuigen. Veel plezier. Oh, Shira. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hij loopt nog. Oh, als ik dit zo ga terugkijken. Ik weet niet of ik dit eruit ga knippen of dat ik het er gewoon in laat. Shira is helemaal hyper de pieper met dat spul. Kijk. En Shir. Oh my god. Een hele ding flikkert. Oké, nou ja, waar waren we gebleven? Wat er allemaal in zit. Oh, heel leuk. Sowieso 2 chocolade hartjes. Dan zit erin een zakje met van die hartjes, snoepjes. Ook heel erg lekker. Er zit in een sleutelhanger met daarop books. Boeken staan erop en op de achterkant chapterized. Er zit bij een coaster, een onderzetter, ook met hartjes. Enemies to Lovers, Fake Dating, Grumpy Sunshine, dus allemaal tropes die erop staan. Dan hebben we, oh heel leuk, een set van 2 kaarten. Love it, I love you, I like you more than books. Oh, dit is echt heel cute. Ik heb niet echt een vent waar ik dit naartoe kan sturen. Maar ik kan dit wel naar vriendinnen sturen. Daar is hij wel heel erg leuk voor. Dus er zijn er 2. En nog een paar boekenleggers. Oh, heel leuk. Een hele mooie roze met een bloem. One can never have too many books. Ook roze. En reading is sweet. Ook roze. Ik vond het echt heel leuk. Love it. Ik ben weer helemaal happy. Volgens mij is deze box nu niet meer te bestellen. Want dit was echt gewoon een eenmalig iets. Een Valentijnsbox. Maar ze zou volgens mij wel deze dingen nog later online zetten. Dat anderen het ook nog zouden kunnen kopen. Ik ga even kijken wat Shira aan het doen is. Want volgens mij is dat papier niet aan het opeten. En dat moeten we niet hebben. Straks wordt ze ziek. Ik kom zo terug en dan ga ik het pakketje van kleine kaartjes uitpakken. Oké, ik moest Shira eventjes helpen. Nou, dat was dus van Chapterized. Superleuk. Ga naar haar Instagram toe. Ga naar haar website toe. Heeft hele leuke dingen. Ook heel veel roze. Dus als je net als ik van roze houdt, moet je daarheen gaan. Het is niet gesponsord. Ik heb het allemaal zelf gekocht. Ik ben er heel blij mee. Goed, volgende. Kleinekaartjes.nl, de webshop van mijn zusje. Zij had weer allemaal nieuwe dingen op de webshop staan. En ik dacht, I need it. Ik wil dat. En ik had zei dus dat ik van de week al haar had geholpen met allemaal dingen uitpakken en klaarleggen. En weet ik wat allemaal. Toen kon ik het nog niet bestellen. Nu kan het wel. Dus, ik kreeg van haar nog een kaartje erbij. Met een stickertje extra. Dan, ja, laten we... Zullen we eerst de boekenleggers doen? Of eerst de totebags doen? Nee, we doen eerst de boekenleggers. Die heb ik nu al in mijn hand. Ze heeft weer prachtige nieuwe boekenleggers gemaakt. Waar ik ook een klein beetje aan heb mogen meedenken. Van wat gaat ze ontwerpen. En dat is, ze zijn allebei weer dubbelzijdig gedrukt. Eentje is een Taylor Swift boekenlegger. En dat is deze. Die heeft ze helemaal zelf gemaakt.
En dat zijn dus boeken met alle eras van Taylor Swift erop. Hier kan je misschien zien. 1989, Fearless, Folklore, Midnight, Red, Reputation, Lover. Nou, hier staan ze allemaal op. En op de achterkant staat I'm in my bookworm era. Dan vond ik deze echt heel tof. Dit is een, ja, een beetje planten met een slang, zeg maar. En hier ook bloemen. Die vond ik ook heel erg mooi. En echt van dat mooie fotopapier weer. Dan eentje die ik natuurlijk niet kon laten liggen. Books and Cats is Good Life. Nou, sowieso. En op de achterkant katjes. En Fourth Wing, Iron Flame, komt eind deze maand uit. Al is hij nu sinds 1 februari al uit op Kobo. Maar eind februari komt hij uit echt als fysiek boek. En daar heeft ze een prachtige nieuwe boekenlegger voor bij ontworpen. En dat is deze. A Dragon Without Its Rider is a Tragedy. A Rider Without Their Dragon is Dead. En op de achterkant, the first year is when some of us lose our lives. The second year is when some of us lose our humanity. Heel tof. Heel erg blij mee. Dus deze kan ik morgen gebruiken als ik die ga lezen. Dus dat zijn 4 boekenleggers. Ze heeft veel meer boekenleggers gemaakt. Maar ik dacht, ja, ik was al wel weer veel geld kwijt hieraan. Dus ik dacht, ik kan ze natuurlijk niet allemaal nemen. Dus ik ben voor deze prachtige boekenleggers gegaan. Heel erg blij mee. Maar er staan er dus nog online veel meer. De reden waarom ik niet heel veel meer boekenleggers kon bestellen was omdat ze ook nieuwe tote bags had. En daar wilde ik er best wel wat van hebben. Dus ik heb me ingehouden. Ik heb er 3 gekocht. Allereerst deze. En deze is Taylor Swift inspired. Maar je kan hem ook een beetje zien als Fourth Wing inspired. En daarop staat Long live all the mountains we moved. I had the time of my life. Fighting dragons with you. Dit is een zin uit Taylor Swift. Long live. Ik hou hiervan. Ik vind deze echt heel tof. Een combinatie van Taylor Swift en draken. Deze wilde ik heel graag hebben. Dus die heb ik gekocht. Dan heb ik gekocht deze. Besgaiat War College. Dragon Rider staat er nog bij. Fourth Wing natuurlijk. Maar ik vind het heel tof omdat het niet per se meteen Fourth Wing schreeuwt. Maar het wel is. Dus die wilde ik heel erg graag. En dan nog degene die ik misschien wel het allerleukste vond. Toen ik die zag, dacht ik, die moet ik hebben. Dit is het gewoon. It's me. Hi, I'm the problem. It's me. Tote bag. Ja, dit had ik gewoon nodig. Ik denk dat ik deze morgen mee ga nemen boekshoppen. En nog eentje. Ik neem altijd minimaal 2 tote bags mee als ik ga. Ik wil altijd een tote bag in een tote bag, zeg maar. Zodat ik extra tasjes heb. Maar ja, dit is toch fantastisch. Ja. Ik heb al meer dan genoeg tote bags. Maar je kan nooit genoeg tote bags hebben. Dus. Dat. Het is alweer een bende om me heen. Het is ondertussen iets over 10:30. Ik moet echt douchen en mijn haren wassen. En slapen, want ik morgen weer vroeg op. Want ik ga morgen dus met Patricia naar Den Bosch. Oh nee, ik heb nog iets. Ik was dus op die verjaardag. En ik zat daar op de bank. En ik zag zo'n heel dik fluffy kussen. Echt gewoon heel dik, dik, dik. Dus ik hield die zo vast, zo. En ik zat zo en ik werd er gewoon zen van door dit kussen vast te houden. Ik weet niet wat het is. Maar dit is dus zo'n kussen met een warmte ding. En als je hem dan in stopcontact doet, dan wordt het kussen ook nog eens warm. Dus ik zat de hele tijd zo. En toen zei mijn tante, oké, je mag hem wel hebben. Ik heb er nog wel meer. Dus ik dacht, oké. Dus ik kreeg zo'n kussen erbij en ik ben helemaal blij. Ja. Ik vind het echt heel fijn. Ik weet niet, als ik dit zo vasthoud, mijn hoofd erop leunen, wordt er gewoon helemaal rustig van. Dit is therapeutisch of zo. Nou ja, hier ben ik dus helemaal blij mee dat ik nog gekregen. Ik heb nu zin om snoepjes te eten. Maar ik heb echt al genoeg gegeten vandaag. Ja, leesupdate heb ik niet. Want ik ging gisteren of eergisteren of dinsdag beginnen hierin en ik heb letterlijk 3 bladzijden gelezen. En toen merkte ik, dit is een boek waar ik gewoon voor lekker moet gaan zitten. Waar ik dan lekker in kon en ik was gewoon heel erg moe van werk. En ik denk, nee, als ik dit nu ga lezen is het zonde. Dus ik heb hem laten liggen, zodat ik hem dus kan gaan lezen van het weekend. Als ik gewoon echt lekker de tijd voor heb. Dus ja, ik heb echt
Oh, twee bladzijden gelezen. Ik heb deze bladzijde gelezen. En ik heb deze bladzijde gelezen. Dus ik kan hier nog helemaal niks over zeggen. Dus ik heb ook niet zo heel veel gelezen afgelopen week. Want ik was gewoon heel erg druk op werk. Ik was gewoon heel erg moe elke keer als ik thuis kwam. Shira is lekker met de dozen aan het spelen. Die is blij dat ik er weer ben en dat ik weer allemaal nieuwe dozen hier heb. Ik ga de boel even opruimen. En dan ga ik lekker douchen. Naar bed. En morgen met Patricia dus naar Den Bosch toe. Ook echt heel erg veel zin in. Om daar samen weer heen te gaan. En dan samen haar verjaardag te vieren. En boekshoppen. Ik weet al wel welke boek ik wil gaan kopen, denk ik. Of nou ja, ik heb er een paar op mijn lijstje staan. Ik denk niet dat ik ze allemaal kan gaan kopen. Maar ik mag er 3 kopen van mezelf. Dus dat is nog wel veel. Maar ja, ik ga morgen wel vertellen over die boeken. Ik neem jullie lekker morgen mee. Het dagje, dat doen we gewoon lekker in deze leesvlog. Dus dat gaan jullie nu zien. Veel plezier! Wij zijn de weg kwijt. Altijd. Nee, dat is niet waar, maar vandaag even wel. Ja. Maar goed, we kunnen zo meteen lekker lunchen door de calorieën die we verbrand hebben. Precies, daar doen we het voor, zodat we extra kunnen eten. Dus eigenlijk is het met voorbedachte raden. Ja. Eerst bosbollen eten, dan wandelen. En dan lunchen. En dan lunchen. En nee, eerst nog boeken kopen. Oh, zo. Ja. Moeten we ook nog doen. Dat moeten we doen. Ja. Dat is verplicht. Ja, oké. Okay. Op mijn verjaardag. Dus. Ja. Oké, doei. Doei. Hey Patrice, moet je dit niet even op dat muurtje daar zo zetten? Nee, ik vind het niet. Hoezo niet? Dan ben je het nog goed. Het is nog steeds vrijdag, iets voor 7 uur. Ik kom net thuis en ik heb weer zo'n leuke dag gehad met Patricia in Den Bosch. Het was echt... altijd zo gezellig onze dagjes uit. En de tijd vliegt voorbij. Heerlijk. Was heel erg leuk. Ik kijk nu alweer uit naar de volgende keer. Die hebben we nog niet gepland. Moeten we weer gaan doen. Maar goed. Ik heb me vandaag redelijk ingehouden met kopen. Niet helemaal. Want ik heb wel weer iets te veel boeken gekocht. Maar verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Alleen bij de... zo strenig heen ben ik nog langs geweest. Die is natuurlijk in Arnhem ook. Maar ja, ik dacht in een andere stad is net weer andere opbouw. Hebben ze soms net weer andere dingetjes. Dus ik dacht, daar wil ik heen. Oh, en ik heb nog een extra bossenbol.
We hebben vanochtend eerst een bossenbol gegeten, toen we hadden afgesproken. En toen zijn we daarna gaan winkelen, boekshoppen, lunchen. En na de lunch, voordat we naar het station gingen, kwamen we weer langs de bossenbollentent. En toen heb ik voor een vriendin van mij nog even 2 bossenbollen gehaald. Die heb ik net aan haar gegeven. En nog voor mezelf nog eentje gehaald, zodat ik die of vanavond kan opeten en anders morgen kan gaan opeten. Dus dat is heel erg lekker. Dus ik heb er nog eentje gehaald. En verder heb ik... het valt op zich wel mee. In de Sostrene Grenen heb ik 3 dingen gehaald. Waarvan 1... waarvan 2 dingen ik puur gehaald heb omdat ze roze waren. En niet zoveel geld kosten. Een kleine roze kaars zag ik liggen. Was volgens mij 1,50 euro of zo. Ik dacht, ik wil een kleine roze kaars. Want mijn kaars was bijna op. Die zet ik alvast neer. En dit hele kleine cute roze mandje. Ik dacht, die kan ik mooi weer in mijn TBR-kaars. Niet per se, want ik heb... De bovenste verdieping staat vol met boeken die ik op dit moment aan het lezen ben. Die verdieping daaronder ligt heel veel notitieboekjes. Dus ik dacht, misschien kan ik deze erin zetten en daar weer wat notitieboekjes in zetten. En die verdieping daaronder liggen volgens mij booksleeves en dergelijke. Dus ja, maar deze heb ik dus gekocht. Volgens mij ook echt iets van €1,96. Nou ja, is geen geld. Dus dat. En ik heb dit gekocht, maar dit is meer voor werk. Ziet er heel cute uit. Maar hier zitten dus van die... memo blaadjes in. En is toch wel fijn. Als ik dan even snel iets moet opschrijven. Dat ik het gewoon even op zo'n memo blaadje kan plakken. Van hé, hier moet ik aan denken. En dan plak ik die vaak op mijn laptop. Dat ik het niet kan vergeten. Want als ik het op mijn to-do-lijstje schrijf. Die weer in een boekje staat. Vergeet ik het soms alsnog. Dus deze gaat gewoon in mijn werktas. Heel cute. Die heb ik gehaald. En verder heb ik eigenlijk alleen maar boeken gehaald. Ik had met mezelf afgesproken dat ik 3 boeken mocht kopen. Daar heb ik me heel goed aan gehouden in de boekwinkel. Totdat we op station kwamen, toen kocht ik er nog eentje bij. Laat ik eerst even vertellen welke ik op het station heb gekocht. Want ik moest van Patricia nog een boek kopen die we samen gaan buddyreaden. En zij had hem al en ik nog niet. En in de boekwinkel hadden ze hem niet. Anders had ik hem daar gekocht. Maar toen moesten we even op de trein wachten. Zagen we de ACO op het station. En daar zag ik het boek liggen. En dat is deze. De Verborgen Bibliotheek van Warschau van Madeleine Martin. En dit is dezelfde auteur als de laatste boekwinkel van Londen. Die vond ik echt super. Vond ik echt, echt heel goed. Heel erg mooi. Dus ik dacht, nou ja, die andere wil ik dan natuurlijk ook gaan lezen. Dus deze gaan we binnenkort buddy readen. Dus ik moest hem wel kopen. Ik kan wel even voorlezen waar deze over gaat. Polen, 1939. Sofia vindt al haar hele leven troost bij boeken. Wanneer Warschau door Hitlers troepen onder de voet worden gelopen en er overal bommen vallen, beseft ze dat haar geliefde boeken in gevaar zijn en moeten worden beschermd. Sofia besluit alle boeken die ze kan vinden uit het puin te redden, ze te verbergen en een clandestine boekenclub op te richten. Maar hoe dichter de bevrijding van Warschau nadert, des te gevaarlijker het leven wordt. Vluchten is niet voor iedereen mogelijk, zoals voor haar Joodse vriendin Janina, die zit opgesloten in het ghetto. Terwijl de vernietiging om hen heen raast, vecht Sofia om haar vriendin te redden. Dat doet ze met het enige wat ze heeft, verhalen. Nou, klinkt weer heel mooi. Ik vond bij de laatste boekwinkel van Londen vond ik het een beetje een historische roman. Wat ook wel heftig was, maar waar ook wel een feel-good tintje in zat. Dus ik hoop dat dat hier ook in zit. Dus deze heb ik op de valreep nog als 4e extra boek gekocht. En ik kon er nog een boekenlegger bij pakken. Dus dan heb ik dit. Deze. Dus die doe ik er even bij in. Dan... 3 boeken en dat waren ook precies de 3 boeken waarvoor ik ook wilde gaan. Ik heb nog meer boeken in mijn hand gehad, maar ik dacht, nee Chris, je hebt nog veel te veel ongelezen boeken. 3 is meer dan genoeg, totdat dus dit gebeurde. Maar laten we dat even buiten beschouwing houden. Allereerst deze The Way I Am Now. Dit is het vervolg op The Way I Used To Be. Die heb ik vorige week gelezen. Die vond ik hartstikke goed. Die wil ik ook zeker in mijn kast laten staan. En dit is het vervolg erop. Dus eigenlijk waar dat verhaal eindigt, gaat dit verhaal verder. Ben ik gewoon heel benieuwd naar. Ik wil hem sowieso in februari gaan lezen. Want ja, ik vond het gewoon een heel fijn boek. Las gewoon heel fijn. Wel Engels, maar meer dan prima te doen.
Ik ga niet vertellen waar het over gaat. Jullie kunnen je vast mijn vlog van vorige week nog herinneren. Waarin ik vertel dat ik deel 1 heb gelezen. Nou, deze gaat gewoon verder. Dus die heb ik gekocht. Dan eentje waar ik al heel erg lang naar uitkijk. De nieuwe Chris Carter 1 voor 1. Dit is een Robert Hunter thriller. En zoals jullie weten ben ik echt wel fan van Chris Carter en de Robert Hunter thrillers. Dit is gruwelijk. Dit is gewoon echt... Shira is weer raar aan doen. Nee, dit is echt gruwelijke thriller. Bloederig, gruwelijk, goor, niet voor tere zieltjes. Hij krijgt hele goede reviews. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hiernaar. Shira, wat doe je, lieverd? Oh, poppeke. Regisseur Robert Hunter krijgt een anoniem telefoontje waarin hem wordt gevraagd naar een website te gaan. Als hij inlogt, komt hij terecht in een gruwelijke show die alleen voor zijn ogen bedoeld is. De beller wil echter niet dat hij alleen maar toekijkt. Hij wil dat Hunter meedoet en weigeren is geen optie. Ik heb je hulp nodig, regisseur. Vuur of water. Nog voordat Hunter en zijn partner Garcia hun onderzoek naar deze verknipte geest kunnen starten, krijgt Hunter een nieuw telefoontje. Een nieuwe website, een nieuw slachtoffer. Maar deze keer heeft de moordenaar zijn spel geüpgraded naar een uiterst moorddadige live reality show, waarin iedereen die de site tegenkomt over de afloop kan meebeslissen. Dit klinkt perfect. Echt heel veel zin in om deze ook binnenkort te gaan lezen. Maar ja, dat zeg ik bij alle boeken die ik koop, maar ik heb echt heel veel zin om deze binnenkort te gaan lezen. En dan als laatste, nou laat ik zeggen, een van de mooiste uitgaves die dit jaar tot nu toe zijn uitgekomen. En dat is deze, One True Love van Taylor Jenkins Reid. En dan de Nederlandse versie daarvan. En dan zou je zeggen, nou de koffer is op zich al wel mooi met die kleuren, maar... Kijk dan. Love it! Dit is fantastisch! Dit moest ik gewoon hebben. En het is dus gesigneerd bedrukt ook nog. Dus dat vind ik ook echt wel leuk. Dat heb ik nog nooit eerder bij een ander boek gezien op deze manier. Dus ja, hier word ik gewoon heel erg vrolijk van. En ik weet nog dat ik een tijd geleden, nog voordat ik überhaupt The Seven Husbands of Evelyn Hugo had gelezen, ik al bij booktubers, booktokkers, vloggers, Instagram, de Engelse versie van dit boek voorbij zag komen. En als mensen erover praten, dacht ik, dit lijkt mij zo'n mooi boek. Ik hoop echt dat hij binnenkort vertaald wordt. Nu is hij vertaald. Dus ik kon niet wachten om hem in mijn mandje te stoppen. En ik wil hem eigenlijk ook wel heel snel gaan lezen. Want dit klinkt echt als iets wat ik heel erg mooi ga vinden. Laten we het hopen. Want het kan bij mij ook nog wel eens tegenvallen. Maar goed, ik lees de achterflap weer even voor. Emma Blair is nog jong als ze met haar middelbare schoolliefde Jesse trouwt. Ze leven het leven van hun dromen in Los Angeles, in alles ver verwijderd van hun ouders in Massachusetts. Maar op hun eerste trouwdag gaat Jesse vermist bij een helikopterongeluk boven de Stille Oceaan. Gebroken en in diepe rouw keert Emma terug naar haar ouders, waar ze gaat werken in hun boekhandeltje. Langzaam maar zeker bouwt ze een nieuw leven op. Dan komt ze een vriend van vroeger tegen, Sam, en totaal onverwacht wordt ze weer verliefd. Dit lijkt haar tweede kans op geluk, tot ze een telefoontje krijgt, van Jesse. Emma moet kiezen tussen een echtgenoot en een aanstaande, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Klinkt toch prachtig? Klinkt echt prachtig. Ik heb hier zoveel zin in. Ik vind het zo mooi. Ik vind het echt zo mooi. Goed, dus... Een nieuw stapeltje boeken. Nogal uiteenlopend dit keer. Ik heb eens een keer niet aan een thema of zo gehouden. Een Tweede Wereldoorlog roman. Een Engelse contemporary. Een beetje een liefdesverhaal, denk ik. En een gruwelijke thriller. Love it. Love it. Love it. Ik ben helemaal happy. Ik heb ook heel veel zin om vanavond te gaan lezen. Maar ik bedacht mij vandaag dat ik nog een aantal dingen moest gaan doen. Wacht, ik pak mijn dingen er heel even bij. Dan kan ik even laten zien wat ik dus allemaal nog moet gaan doen. Ik denk namelijk dat ik straks lekker koptelefoon op ga zetten, muziekje op ga zetten en even al mijn dingen ga bijwerken die ik dus nog moet gaan bijwerken. Allereerst dus deze planner die ik heb laten zien laatst in de vlog. Met films om te kijken, financieel overzicht, dagelijkse taken, dat allemaal. Ik heb bewust even gewacht tot het februari was met dit invullen. Omdat ik dacht, ik heb hem eind januari gekregen. En dan vind ik het, dan ben ik ook weer zo iemand dat ik denk, nee, ik kan niet op 26 januari beginnen met dit gaan invullen. Dat moet dan ook per nieuwe maand. Dus het is nu februari.
Gisteren heb ik het natuurlijk gemist. Want gisteren was ik ook echt 12, 13 uur van huis of zo. Dus langer misschien zelfs nog. Dus daar heb ik ook nul tijd voor gehad. Dus dit wil ik vanavond lekker gaan invullen. En dan ook echt op een plek leggen waar ik elke dag bij kan. Dat ik hem elke dag kan gaan bijhouden. Ik moet nog even mijn schriftje gaan bijwerken. Waarin ik de vragen voor de leesclub zet. Wat nu dus over de Camino gaat. Ben ik gewoon helemaal vergeten om het bij te werken. Hier heb ik mijn dingen zelf ingeschreven van de dievenspelen. Van nou ja, wanneer de leesclub was. En ik heb samen met Patricia hebben we een aantal vragen daarvoor opgesteld. Die we kunnen gaan beantwoorden. En die wil ik dus hierin gaan zetten. En die ook even gaan beantwoorden. Ben ik ook wel eventjes mee bezig om dat te doen. En dan moet ik nog mijn twee reading journals gaan bijwerken. Sowieso mijn challenge journal. Want ik denk dat ik het laatste boek wat ik heb uitgelezen hier nog niet heb ingezet. Dus die moet ik even bijwerken. Maar dat is met 2 minuten gedaan. En ik moet deze even bijwerken. Mijn reading journal. Want aan het einde van de maand. Wacht, ik zal het even laten zien. Kan ik namelijk een maandelijkse wrap-up gaan invullen. Dat is dit. En daar kan ik dus invullen hoeveel boeken ik heb gelezen, hoeveel bladzijden ik heb gelezen, hoeveel 5-sterren boeken ik heb gelezen, mijn favoriete boek, wat ik volgende maand zou willen lezen. En dan nog een schemaatje met hoeveel fysieke boeken, hoeveel e-books, hoeveel audiobooks, hoeveel 1-ster, 2-ster, 3-ster, 4-ster zo. Dus dat kan ik allemaal even uitzoeken. En dat kan ik hierin gaan invullen. En ik kan natuurlijk invullen dat ik vandaag weer nieuwe boeken heb gekocht. Dus dat ga ik ook lekker invullen vandaag. Dus dat gaan we doen. Daar heb ik wel zin in. Omdat het gisteren zo laat was, had ik gisteren niet al mijn dingen opgeruimd. Dus ik zal jullie even laten zien wat de stand van zaken nu is hier. Dit is nogal een bende. Dus ik ga dit nu eerst even opruimen. Ik heb geen honger, want Patricia en ik hebben redelijk laat geluncht. En toen zaten we te denken, gaan we allebei een eigen lunchgerecht nemen of gaan we gewoon wat snacks nemen om te delen? Dus we hebben heerlijk loaded fries met yakitori spiesjes en bitgarnituur genomen. Dus dat hebben we gegeten. Dus ik heb ook absoluut geen honger nu. Dus ik denk dat ik het avondeten, nou ja, dat was ook semi-avondeten, gewoon oversla. En dan straks misschien nog even een bossenbol naar binnen werken. Ja, dat. En als ik dit allemaal heb gedaan en ik heb tijd en zin, ga ik even lezen. Maar het kan ook zijn, ik ben vandaag een beetje overweldigd. Nee, dat is niet het juiste woord. Vroeg opgestaan, hele drukke week gehad. Ik merk dat ik ook wel moe ben. Dus het kan ook zijn dat ik vanavond zeg, hey, ik kan me niet helemaal focussen. Ik ga een film, een serie opzetten. Of ik ga lekker Hogwarts Legacy spelen. Dat kan ook nog. Maar morgen ga ik in ieder geval lekker lezen. Dat sowieso. Ik sluit hem af voor vandaag. Shira. En Shira. Ze is helemaal blij met die tasjes. Goed, ik zie jullie morgen weer. Doei! Goedemorgen, het is zaterdagochtend, 8:30 ondertussen. En ik ben al, nou, zeker een uur wakker, misschien al wel langer. En ik lig een beetje dom TikToks te kijken in bed. En toen dacht ik, nee Chris, ga even iets maken van je dag. Ik heb vandaag niks op de planning staan, dus dat is sowieso heerlijk. En toen dacht ik, laten we gewoon weer wat leesmeters gaan maken. Een goede start van de nieuwe maand maken. En ik heb afgelopen week natuurlijk niet of nauwelijks gelezen. Dus laten we gewoon weer mijn tablet erbij pakken. En dan kijken, een random number generator, hoeveel uur ik vandaag ga lezen. Ik ga hem op minimaal 3 uur zetten en maximaal 10 uur. Maar waarbij ik wel met mezelf de afspraak wil maken dat als het minder dan 5 uur is, dat ik dan ook audioboeken mee mag tellen. Dus als ik 3 uur of dat ik dan... Nee, wacht. Als het 3 of 4 uur is, moet ik het gewoon volledig lezen zonder audioboek. Als het 5 uur of meer is, mag ik ook audioboeken erbij tellen. Want ik moet ook echt nog wel wat dingen doen. Ik moet in huis nog wel wat dingen doen. Ik moet nog boodschappen halen. Ik wil mezelf echt aanleren om ook weer een maaltijdplanning en zo voor de hele week te gaan maken. Ik moet
ook nog video's editen. Ik moet nog een wrap-up filmen. Ik moet nog een boekhaal filmen. Ik moet echt nog wel heel veel doen. Dus als het 3 of 4 uur is, ga ik het gewoon alleen lezen zonder audioboek. Als het 5 of meer uur is, mag ik van mezelf ook af en toe even switchen naar audioboek. Dus we gaan het zien. Oké, zo heb ik hem nu even aangezet. Ik moet hier nog even invullen. Minimaal 3 heb ik daar nou staan. Maximaal 10. En dan gaan we... 8. Oh my god. 8 uur lezen vandaag. Dat is veel, hè? 8 uur. Oh. Waarom doe ik dit? 8 uur. Het is nu 9:30. 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:00. Als ik echt door ga lezen. Maar ik moet natuurlijk ook nog ontbijten, lunchen. Ik zet ook altijd op pauze als ik naar de wc ga en zo. Oh, ik ga vanavond Wie is de Mol kijken. Oh, wat erg. Ik heb hier nu al spijt van. Maar goed, we gaan er het beste van maken. Ik ga het eerste uurtje van vandaag vanuit mijn bed doen. Ik denk dat ik tot een... Ja, ligt eraan hoe lekker ik zit. Maar dat ik tot 9:30 of 9:30 in bed blijf liggen. Ik ga even een kleine TBR voor vandaag pakken. Boeken die ik kan gaan lezen. En dan ga ik die even laten zien, zodat ik ook nog een beetje kan gaan afwisselen. Tot zo. Oké, even een kleine TBR. Ik ga sowieso natuurlijk hierin lezen, want die had ik als kaartje getrokken. Die ga ik sowieso lezen. Maar ik denk niet dat die uit gaat komen, want die heeft meer dan 500 bladzijden en wel kleine lettertjes. Dat zou denk ik wel heel veel zijn, ook als ik ook audioboek ga gebruiken erbij nog. Maar hier ga ik sowieso, nou laten we zeggen dat ik sowieso op de helft wel ga komen hiervan. Dus hier ga ik lekker inlezen. Dan heb ik natuurlijk nog Harry Potter. Ik heb gisteren in de trein weer een stuk gelezen, dus ik zit nu op de helft. Dus misschien kan ik daar ook nog wel wat leesmeters in maken. En ik heb nu even een nieuw boek erbij gepakt. Want ik dacht, ja, misschien is het ook wel fijn als ik gewoon een boek misschien vandaag wel uit kan gaan lezen. En heb ik deze bijgepakt, Onder de Golven. Het verhaal van Doggerland. En dit gaat over de Noordzee in de prehistorie, geloof ik. En wat er toen allemaal gebeurde in wat nu de Noordzee was. En dat is volgens mij een soort van mix tussen non-fictie en verhaal. Ik draai de camera even om, dan kan ik het laten zien. Kijk, het is dus een jeugdboek. En inhoudsopgave sowieso. En dan heb je hier meer non-fictie-achtig. En volgens mij moet ik dan ergens... Ik weet niet waar. Het zou ergens moeten zijn dat je ook verhaal hebt. Waarom kan ik dit nu niet vinden? Dat zul je weer net zien, hè? Oh, hier. Kijk, hier heb je dan ook een verhaal van... Wel fictie, maar van mensen die daar toen woonden en wat die toen meemaakten en zo. Dus dat is eigenlijk wel heel tof. Een combinatie tussen fictie en non-fictie. Want dan heb je daarna dus weer non-fictie en dan weer een stukje fictie. En dan weer een stukje non-fictie en dan weer een stukje fictie. Dus die wil ik wel gaan lezen vandaag. Die heeft volgens mij 175 bladzijden of zo. Ik ga hier even beginnen. Voor een goede start. Nu in de ochtend. Nog even wakker worden. En dan... gaan wij vandaag 8 uur lezen. Oh my god, waar ben ik aan begonnen? Ik neem jullie mee. Tot zo. Thank you.
is ondertussen 10:30. Ik ben mijn bed maar uitgegaan. Ik ben heel even snel even een hele korte opwarmdouche heb ik gedaan. Want ik begon het een beetje koud te krijgen. En ik vertik het om de verwarming aan te zetten. Dus ik ben in ieder geval mijn bed uit. Ik ga nu lekker op de bank verder lezen. Ik heb nu 1 uur en 17 minuten gelezen. En ik heb nog 6 uur en 42 minuten op de teller staan voor vandaag. Maar dat klinkt al minder dan 8 uur. Het is ook minder dan 8 uur. Maar in mijn hoofd denk ik, oh, nou ja, 6 uur is nog wel te doen. Dat eigenlijk 6 uur en 42 minuten is. Maar ik denk dat het 6 uur is. Snap je me nog? Goed. Ik ben hierin begonnen, onder de golven. Ik ben op dit moment hier zo, dus ik ben al dik over de helft. Ik heb dit al gelezen en oh my god, I love dit boek. Ik ben zo blij dat ik deze heb gevonden en heb gekocht. Ik heb hier dus nog nooit over gehoord. Maar ik vind sowieso alles over de prehistorie en de geschiedenis van de mensheid. Dus echt van toen er nog jagers en verzamelaars waren en zo. Dat de mammoeten rondliepen. En ik vind dat zo interessant altijd. Een paar jaar geleden was ik met mijn vader in het Museum van Oudheden in Leiden. En daar was toen ook zo'n expositie met allemaal dingen uit die tijd. En vondsten en hoe mensen toen leefden en zo. En ik vind dat sowieso altijd echt heel erg interessant. Maar ja, daar zijn niet heel veel non-fictie of niet heel veel fictieboeken over. Of het is non-fictie, maar dan is het echt een hele moeilijke taal. En dat ja, vind ik gewoon lastig lezen. Dit is gewoon echt een hele begrijpelijke taal. Het is echt, echt heel erg leuk. Want dan, het is opgedeeld in tijden. Dus je hebt dan hier zo bijvoorbeeld, hebben ze het over de Neandertalers. En dat is dan van 450.000 jaar terug tot 35.000 jaar terug. En dan vertellen ze van, oké, nou ja, de vondsten die we hadden. Dat was dus bijvoorbeeld zo'n vuistbel. Nou, vuistbel werd daar en daarvoor gebruikt. Er waren wolharige neushoorns. Dat zijn deze en deze dieren. Nou, zo en zo. Plaatjes zitten erin van mammoeten. En dan wordt er gewoon een beetje verteld. Nou, op een gegeven moment gaan ze hier vertellen. Dit is dan een kaart van hoe het bij Nederland en in de Noordzee er toen uitzag. En dan vertellen ze, nou, daar hebben we een stukje schedel gevonden. Daar konden we afleiden dat het een man was. Die leefde zo en zo lang geleden. Maar hij had een soort van bult met zijn wenkbrauw. En waarschijnlijk had hij daar een tumor zitten. En kon hij niet zo goed zien. En wat er dan daarna volgt, is dat je een fictief verhaal volgt van die man, hoe hij toen geleefd zou kunnen hebben en wat er toen gebeurd zou kunnen zijn. Super interessant. Ik zit er echt volledig in. Love it. Ik denk echt dat dit een 5-sterren boek gaat worden. Ik vind het echt, echt, echt fantastisch. Dus ik ga even een kleine pauze houden, want ik moet natuurlijk nog ontbijten. En ik ga heel erg slecht ontbijten met mijn Impossible. Die heb ik gisteravond niet opgegeten, dus die ga ik lekker opeten. Daarna ga ik denk ik eerst deze even uitlezen. En als ik dat heb gedaan, ik moet echt de was doen en de afwas doen. En dat, want ik kan anders niet eens koken vanavond. Dus ik dacht, als ik dan op Storytel heb je nu van de Engelse versie van Fourthwing, deel 1, heb je een full cast adaption. Dus dat ze gewoon het boek vertellen, maar dan dat elk personage een ander persoon is die dat voorleest. En het heet ook echt de Dramatized Adaption of zo. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb Fourthwing natuurlijk gelezen in november. 5 sterren. Ik vond het super tof. Deze maand komt deel 2 uit. Deel 2 is nu al uit op Kobo Plus. Die zou ik al kunnen lezen. Maar ik denk dat ik wacht op het fysieke boek. Dus ik ga proberen om hem nog een keer te herlezen. Maar dan als audioboek, waardoor het een beetje lijkt alsof je een film in je oren hebt of zo. Dat lijkt me gewoon heel erg tof. Dus ik wil het in ieder geval gaan proberen of dat iets voor mij is. Dus dat kan ik mooi doen als ik straks ga afwassen, de was doen en dat allemaal. Maar goed. Eerst heel eventjes mijn bossenbol eten. Dan ga ik ondertussen denk ik even een vlog op YouTube van iemand aanzetten. En dan gaan we daarnaast een spier verder lezen, want anders gaat het niet lukken vandaag natuurlijk. Dus ik kom straks wel bij jullie terug. Dan is deze in ieder geval uit. Want die ga ik sowieso uitlezen.
En dan heb ik hopelijk ook al een stukje geluisterd in Vordering. En dan kan ik vertellen of dat een aanrader is of niet. En of ik daarmee verder wil gaan of niet. En dan als mijn huis weer aan kant is, dan kan ik gewoon weer lekker verder gaan lezen. In Als je het licht niet kan zien, ga ik daarin beginnen. Dat is in ieder geval mijn plan voor vandaag. Of ik me daaraan ga houden, dat gaan we zien. Maar goed, tot straks. Nou, het is ondertussen 1 uur, iets over 1 denk ik. En echt, oprecht, die Vordering graphic audiobook, dit is het beste ooit. Love it! En ik zag dat Aquatar er ook op staat als graphic audiobook. Dus 100% dat ik die hierna ga luisteren. Maar dit is echt fantastisch. Het wordt letterlijk in het intro, zeg maar, wordt er gezegd: this is a movie for your ears. En dat is letterlijk wat het is. Je hebt een soort van verhalenverteller. Het boek is ook, denk ik, aangepast naar een graphic audiobook. Dat idee heb ik een beetje. Dat je een soort van algemene verteller heb. En dan heb je dus verschillende stemacteurs die de stemmen van de personages na gaan doen. Het is fantastisch. Het is echt fantastisch. Ik ben nu 1 uur en 16 minuten. Oké, ik heb me vergeten op pauze te zetten een paar minuten later. Dus ik denk 1 uur en 13 minuten of zo heb ik nu geluisterd. En ik wil zo graag doorluisteren. En ik ben nu zo gemotiveerd om gewoon mijn hele huis op te gaan ruimen, zodat ik maar door kan blijven luisteren. Ik heb zelfs net gepoetst in de keuken. Ik poets normaal niet echt. Dat doe ik meestal in mijn vakanties of zo. Als ik gewoon tijd heb, dat ik denk, nou oké, moeten we wel even poetsen. Schoonmaken doe ik wel, maar poetsen, dat schiet er vaak bij in. Maar zelfs daar was ik mee bezig gegaan, omdat ik dacht, ik wil door. Dus nu moet ik van mezelf even stoppen hiermee, want ik kan dit echt oprecht. Ik moet nog 4 uur en 50 minuten. Ik kan dit oprecht nog 6 uur blijven luisteren vandaag. Dus dan is het geen challenge meer. Ik ga straks nog wel luisteren. Ik heb... mijn zusje heeft natuurlijk dit notitieblokje gemaakt. Things to do before I can read. Dus ik heb er eventjes 2 opgeschreven van dingen die ik vandaag kan doen. Op het moment dat ik die graphic audio weer ga opzetten. Ik heb net al de afwas gedaan. Ik heb de foto's van mijn wrap-up en mijn boek al gemaakt. Die kan ik zo even alvast 1 van de 2 op Instagram zetten. En je hoort hem misschien op de achtergrond. Maar de wasmachine staat aan. Dus mijn idee is dat ik heb geen idee hoe lang die wasmachine duurt. Ik weet het echt oprecht niet hoe lang het duurt. Totdat de was klaar is, ga ik lezen in Als je het licht niet kan zien. Dan moet ik dus nog helemaal opnieuw in beginnen. Ik heb 2 bladzijden gelezen. Toen was ik gestopt, omdat ik er niet helemaal lekker in zat. Hier ga ik in lezen totdat de wasmachine klaar is. Als de wasmachine klaar is, dan ga ik was opvouwen of de was ophangen. Dan ga ik ook meteen mijn afwas wegleggen. Want ik doe nooit meteen mijn afwas afdrogen. Ik laat het meestal gewoon staan totdat het ooit een keer droog is. Maar ik wil mijn keuken nu gewoon helemaal netjes. Dus ik ga dan de afwas, de laatste dingetjes nog even droog maken en het in de kast te zetten. Daarna zorgen dat mijn hele keukenblad en mijn fornuis en dergelijke gewoon helemaal schoon is. Dat motiveert ook. Ik heb hier op staan, ik moet nog mijn wrap-up en mijn boek half filmen. Ja, dan moet ik mezelf ook gaan klaarmaken. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus misschien dat ik dat maar morgen ga doen. En dat editen, dat ga ik dan ook wel morgen doen. En dan heb ik hier nog een lijstje gemaakt. En daarop heb ik gezet, ik moet de koelkast uitruimen en schoonmaken. Ik kan mijn TBR-kaart weer even herindelen en zorgen dat die weer netjes is. Ik moet de waterbak van Shira schoonmaken. Mijn afwas dus nog opruimen. Nog stofzuigen. En als ik nog tijd over heb, kan ik nog even mijn badkamer, de globale dingen doen. En dan misschien morgen daarin verder gaan. Ik zit helemaal in mijn schoonmaakmoed. Maar dat komt echt puur door die graphic audio. Het is fantastisch. Mijn huis is volgende maand helemaal spik en span. Dan heb ik niks meer te doen. Maar ja, helemaal goed. Dus heel veel zin om daar lekker in verder te gaan. Maar eerst even andere dingen doen. Nee, ik ga eerst even mijn boek of mijn wrap-up, 1 van de 2, alvast even als Instagram post plaatsen. Dan ga ik lekker lezen totdat de was klaar is. En dan kan ik weer door. Die hoofdstukken duren ongeveer 1 uur per hoofdstuk. Dus daarom dat ik ook denk dat het boek is aangepast. Ik ben nu net bij het stuk dat ze over die paraget heen is. Over die richel, zeg maar. En nu komt Zeden.
Ik ben helemaal blij mee. Ik ben echt helemaal happy. Ik ben gewoon helemaal gelukkig hiervan. Och, Siertje ligt hier naast me. Lekker te slapen. Die denkt, ga jij maar poetsen. Ik ga wel slapen. Dus ik kom straks wel weer bij jullie terug. Ik denk dat ik steeds gewoon om en om doe. Uurtje lezen. Uurtje audioboek en opruimen. Dan weer een uurtje lezen. Dan weer een uurtje audioboek. Ik moet nog 4 uur en 50 minuten. Ja, op deze manier moet het te doen zijn. Dit komt wel goed. Ik ga lekker verder. Doei. Oh nee, wacht. Ik bedenk nu. Ik had deze uitgelezen. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Want ik ben daarna meteen met Fort Wing bezig gegaan. Nee, ik heb deze uitgelezen. Ik vind het fantastisch. Ik heb hem 5 sterren gegeven. Echt een onwijs interessant jeugdboek. Echt wel voor de bovenbouw, denk ik. Omdat het soms wel een beetje ingewikkeld is. Op een gegeven moment hadden ze het over atomen. En zelfs ik dacht, oké, het is vrij makkelijk uitgelegd. Maar ik kan er helemaal niks mee, al die dingen en zo. Maar ik vind het zo interessant. En helemaal achterin staat dus ook nog waar je zelf op het strand bijvoorbeeld fossielen kan vinden. Stukjes bot of gereedschap wat vroeger is gebruikt. Van die speerpunten en zo. Ik wil daar nu ook heen. Ik wil ook gewoon met mijn schepje en mijn dingen daar rondlopen. En kijken of ik dingen kan gaan vinden. En ik wil nu ook weer naar het Museum van Oudheden in Leiden. Dat is oprecht. Dat museum toen ik daar een paar jaar geleden was, heeft zoveel indruk op me gemaakt. Vond ik zo'n goed, mooi, interessant museum. Dus ik ben helemaal enthousiast hierover. En ik denk, als je kinderen hiermee ook zo enthousiast kan maken, dan is dat doel gewoon bereikt. En heel leuk, de afwisseling tussen non-fictie informatie en dan daarna een verhaal erover vertellen. Van, hey, goh, hoe had dat misschien plaats kunnen vinden toen destijds? Dat het voor kinderen misschien ook weer wat meer tot leven komt. Vind ik heel goed gedaan. Er zitten prachtige illustraties bij. Het is gewoon heel goed vormgegeven. 100% een aanrader. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Want lof dit. Dit boek blijft in mijn kast staan. Ik heb 5 sterren gegeven. Mijn eerste boek van februari. En mijn eerste 5 sterren boek. Is toch super. Ik ben helemaal enthousiast. Ja, oké, nu ga ik echt. Doei. Ondertussen 6:15 of zo. En ik ga nu even pauze, even eten. Ik heb frietjes in de airfryer zitten. Ik dacht, laten we gewoon even makkelijk doen. Maar ik hoef nog maar 50 minuten. Kijk even hoeveel ik gewoon al vandaag gelezen heb. Het is natuurlijk 2 uur van het audioboek er dan nog wel bij. Dus dat scheelt op zich wel, dat ik daar nog wel wat in heb kunnen doen. Maar verder gaat het echt al heel erg lekker. Ik heb 2 uur gelezen in Onder de Golven. Ik heb nu bijna 3 uur gelezen hierin. En 2:20 geluisterd naar Fort Wing. Gaat lekker. Update. Ik ben hierin begonnen. Ik ben nu hier zo. Dan zou je zeggen, goh, dat is nog niet heel erg ver. Maar ik ben op bladzijde 211. Dit is gewoon een dik boek met dunne bladzijdes. Dus ik moet ook nog wel een stukje. Maar ik vind het een heel goed boek. Speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. En je volgt 2 verhaallijnen. Het wordt een beetje verteld door een soort van alwetende verteller. En aan de ene kant volg je Marie Laure. En zij is blind. En zij woonde met haar vader in Parijs. Haar vader werkte in een soort van natuurhistorisch museum. Waar ook een hele belangrijke schat was. Dat is een soort diamant.
En er gaan legendes rond, mythes, hoe noem je dat? Dat die diamant, dat degene die diamant in zijn bezit heeft, dat diegene eeuwig kan leven, maar dat alle mensen om hem heen wel allemaal ongeluk heeft. Nou ja, dat is een verhaal wat er over wordt verteld. Dus ja, kan natuurlijk niet altijd even serieus genomen te worden. Maar die diamant is heel erg veel geld waard. Dus op het moment dat de Duitsers in Parijs komen, vlucht de vader van Marie-Laure, samen met haar naar hun oom toe. En hun oom die woont in St. Malo. Waar dat precies ligt weet ik niet. Dat zou ik even moeten opzoeken. Maar ja, dat is een ander stadje. En daar zijn ze nu. En haar oom heeft in de Eerste Wereldoorlog gevochten. Heeft allemaal trauma's aan overgehouden. Maar haar oom heeft ook toen een soort van radiozender gehad. En ik denk dat daar nog wel veel meer mee gaat gebeuren. En dan heb je de andere verhaallijn. En dat is een Duitse jongen, Werner. En Werner is wees. Dus die woont samen met zijn zusje. Woont hij in een weeshuis. En op het moment dat hij 14 is, moet hij naar de Hitlerjugend. Maar Werner heeft ook heel veel verstand van een soort van technische natuurkunde, denk ik. Hij kan radio's in elkaar zetten. Allerlei dingen allemaal repareren. Ook echt in recordsnelheid. Dus ik verwacht dat daar gewoon allemaal mee dingen mee gaan gebeuren. En uiteindelijk gaan zij samenkomen, natuurlijk. Maar hoe en waar, op welke manier, dat weet ik nog niet. Het is een heel mooi verhaal, een heel fijn verhaal om te lezen. Het leest heel erg vlot. Het zijn hele korte hoofdstukken. Ik denk dat het langste hoofdstuk wat ik heb gehad, dat dat misschien 5 of 6 bladzijden was. En verder zijn er ook echt heel veel hoofdstukken die maar 3 bladzijden, of zelfs zoals hier, maar 2 bladzijden zijn. En elke keer wisselt het ook weer van perspectief. Dus het leest heel fijn, leest heel vlot. Misschien dat ik vanavond hier nog even in verder ga. Of dat ik vanavond nog even Harry Potter ga pakken. Want ik moet dus nog 49 minuten en 27 seconden. Nou ja, dat is zo te doen. Het is nu iets voor 6:30. Dus ik ga zo even eten. Moet ik ook nog douchen. Om 8:30 begint Wie is de Mol. Dus ik kijk even of ik misschien voor Wie is de Mol de hele readathon kan gaan afsluiten. Of dat ik zeg, nou, ik hou hem nu gewoon even pauze. Ik ga gewoon die laatste 50 minuten vanavond nog even lekker in bed lezen. Dus ik kom of vanavond en anders morgen nog wel bij jullie terug. Ik ga hem sowieso halen vandaag. Viel wel mee, die 8 uur. Maar dat eigenlijk dus ook echt door dat Fort Wing audioboek. Want dat is echt fantastisch. Echt fantastisch. Hele goede dag vandaag. Nou, ik zie jullie vanavond of morgen wel weer. Het is zondag, ondertussen iets over 5:30. Ik heb net lekker Feyenoord gekeken. Ik heb video's opgenomen vandaag. Ik heb een video geëdit, video online gezet. Nog een klein beetje opgeruimd in huis. En net nog gelezen. Gisteravond heb ik sowieso in bed nog even een stukje Harry Potter gelezen. Dus ik ben nog wel, die challenge heb ik nog wel voldaan. En vandaag ben ik weer verder gegaan in Als je het licht niet kan zien. Ik heb hem niet uitgelezen. Misschien dat ik vanavond nog wat ga lezen, maar ik weet nog niet hoe mijn avond eruit gaat zien. Ik ben nu op bladzijde. Kijk, ik ben bij een nieuw deel aangekomen. Moet ik even pakken welke bladzijde dat is. 327. Dus het begint op te schieten. Ik ben heel erg benieuwd. Ik kan me alleen herinneren dat ik toen, ik denk 2 maanden terug of zo, wanneer is die serie op Netflix gekomen, dat ik toen de trailer had gezien. Toen wist ik nog niet dat ik dit boek zou krijgen. En toen zag ik de trailer en toen dacht ik, nee, ik wil eerst het boek lezen, dan pas de film kijken. Maar naar mijn idee gebeurden er in die trailer al dingen die hier nog niet in zijn gebeurd. Dus het zou nog moeten gebeuren. Maar op de achterflap staat ook dat die Werner, dat die ook nog naar Rusland wordt gestuurd. En daarna nog naar dat Franse stadje gaat. En dat moet ook nog allemaal gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal nu nog gaat gebeuren in die laatste 200 pagina's, denk ik. 539, ja, nog iets meer dan 200 pagina's. We gaan het zien. Ik ga jullie volgende week hiervan op de hoogte houden. Dus ik ga deze video ook gelijk afsluiten. Vond je het een leuke video? Doe weer duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Thank you.